was zwanger. Afgelopen zomer kwam het uit. Een prachtig boek over emoties. Niet alleen voor kinderen. Prentenboek van Mies van Hout uit Tienaarlo. Het was meteen een groot succes. Er volgde gelijk een tweede druk. En ook is het boek inmiddels vertaald in het Frans, het Duits, het Baskisch, het Italiaans en het Japans. Het is meteen in 5 talen gedrukt. Ja. Dit is de Franse, ja. Aujourd'hui je suis. En dit is Emozioni, dat is de Italiaanse. Heute bin ich in het Duits. En Posik in het Baskisch. Mies, ben je trots? Ja, nou ja. Ja, dat ben ik niet zo gauw hoor. Maar ik ben wel trots op mijn nieuwe boek Vrolijk. Want je hebt heel veel losgelaten in dat boek. Er staat geen verhaal in. Nee. Er staan geen mannetjes in. Geen... Nee, ik heb natuurlijk een stijl die al jarenlang mijn succes is op een bepaalde manier. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, nou weet ik het wel. Ik wil eigenlijk... Nieuwe dingen gaan uitproberen. Ik was met een workshop bezig met kinderen. Moesten kinderen vissen tekenen met krijt op zwart papier. En ik had thuis even wat voorbeeldjes voor ze gemaakt. Mijn redacteur die was daar toevallig bij. En die zei, gewoon leuke voorbeeldjes. En toen viel het er zo uit van, ja dat lijkt me nou zo heerlijk. Om een keer zo bats boem te tekenen. Zonder al dat geplan. Want een prentenboek maken, dat gaat volgens een bepaalde planning. Ja. En toen zei ze, nou, daar gaan we over nadenken. Toen hebben we dus samen dit plan bedacht. Een vis is plat gezegd, een gezicht met een staart. Dus ik kan hier het gevoel in leggen. Als je benieuwd bent, dan heb je de neiging om met je ogen naar voren te gaan. Even een schetsje maken. Oh, is wel goed. Toen heb ik hem getekend. En na 2 minuten dacht ik, oh, stop! Oh, niet verder, niet verder, niet verder. Hij is er al. Ja. Ja. Het is een boek... Ja, want het gaat over gevoelens en iedereen heeft natuurlijk gevoelens. He, een baby die pas geboren wordt, heeft al gevoelens. En ook oude mensen hebben ook gevoelens. Dus het is een soort spiegel van onze gevoelens is het geworden. Heb jij dat ook letterlijk met een spiegel aangepakt? Want je moet natuurlijk nee, al die gezichtsuitdrukkingen. Nee, maar ik ben natuurlijk al jaren bezig met illustreren. En een van de dingen die ik altijd heel belangrijk vind is het acteerwerk. Zoals ik het noem, van mijn personages. Want in feite is het een soort toneelstukje wat je maakt hè, in een boek. En ik vind het heel belangrijk dat je niet, dat als je je personages wat laat doen, dat het geloofwaardig is. Nee, je zit daar is de snelweg, maar eigenlijk zit je midden in de natuur hier. Hè? Ja, hè? Mooi, hè? Ja. Ja. Heerlijk, het bos zo achter de tuin. Er komt er wel eens wat voorbij wat je kunt gebruiken in je illustraties? Een eekhoorn? Nou, jawel. Want ik heb laatst een boek gemaakt over een eekhoorntje. Ik was net met de laatste tekeningen bezig en toen ineens zat er daar eentje in de boom. Dat vond ik zo leuk. Had hij ook een broekje aan? Nee, hij had geen broekje aan, maar het boek heeft ook geen broekje. Oké. Okay. Nee. Jij geeft lezingen op scholen aan kinderen, ja. Maar je werkt ook met kinderen, hè? Ja, ik geef workshops ja. En ik vertel verhalen in klassen en ik vertel bijvoorbeeld hoe boeken worden gemaakt. Dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het heel belangrijk dat als ik een boek heb gemaakt, om te zien hoe het overkomt bij kinderen. Ja. Om te kijken hoe ze erop reageren. Verbaasd. Bij deze was het heel belangrijk dat deze lijn en dit oog precies goed stond. Kijk, dan kan ik even de schets laten zien. In eerste instantie heb ik schetsen gemaakt, hele kleine schetsjes alleen maar. Dan ben ik op zoek gegaan naar de uitdrukking verbaasd. Als je voor jezelf verbaasd kijkt, dan gaan je ogen bijna omhoog. Dus ik moest een vis hebben waarbij dat goed kon en dat oog dan ook extra bovenin zetten. Dan krijg je die uitdrukking goed. Maar dan nog, ja, als dit fout gaat, die lijn, ja, dan kan je eigenlijk overnieuw beginnen. Toen het boek gedrukt is, in juni, is het meteen in 5 talen gedrukt. En heel leuk, in Frankfurt, de afgelopen boekmessen, is het verkocht aan Japan.
Dus nou moet ik de woorden in het Japans gaan tekenen. En hoe gaat dat? De tekst zijn eigenlijk ook tekeningen, maar ja, het zijn natuurlijk wel letters. Ja, nou dat is heel speciaal. Dit is het Japanse teken van kwaad. Die ga ik hier proberen te tekenen. Belangrijk om met een zekere agressie te tekenen, anders dan komt het gevoel er niet genoeg in. Ik probeer mezelf altijd een beetje kwaad te maken als ik dit doe. En dan moet je een beetje toneel spelen. Want het leuke van vrolijk is dat het heel veel angst, dat ik heel veel tekenangst kwijt ben geraakt door het boek. Op de een of andere manier is teken altijd spannend, hè? Want je maakt een mooie achtergrond en dan ga je daar een personage in schilderen en dan is het altijd, oh jee, als die maar lukt, weet je wel. Maar die angst, die moet je eigenlijk kwijt, want hoe minder bang je bent, hoe beter die tekeningen worden. Dus ik dacht, ja, daar moet ik wat mee. Ja. En toen heb ik, dit boek heb ik eigenlijk op een andere manier gemaakt met een wat nieuwere techniek. Dit is wel groot, wel achtergronden met personages erin, maar losser geschilderd en fijner en directer ook. Nou heb ik een verhaal bedacht in beeld van een klein, hier lopen voetstapjes, van een klein vosje daar. En dit vosje ziet in de verte de stoomboot aankomen. En er is een dorp en er zijn kindertjes en dan wordt hij nieuwsgierig. Kijk, dan gaat hij naar het dorp en hij ziet van alles, Sinterklaas, Zwarte Piet. En midden in de nacht ziet hij de Zwarte Piet de cadeautjes rondbrengen. En peinzend loopt hij terug naar het bos waar hij woont. Kijk, hier woont hij, onder de grond. En hij heeft zijn laarsje gezet, hè, met een worteltje erin. Het is slecht weer. Hoor de wind waait door de bomen, zou de goede Sint wel komen. Eigenlijk heeft vrolijk jou een stuk gelukkiger gemaakt in je werk. Ja, en zekerder. Het heeft me heel erg geholpen. En wat er nog verder hierna nog gaat gebeuren, dat weet ik nog niet natuurlijk. Ja, jawel. Ja. Nee, dat van alles ontdekken. Ja? Van alles ja. Want je bent nooit klaar. Dat is het leuke. Denk je dat de kleine Mies van pak een beet, jaar of 8, 9, dat die jouw boeken mooi had gevonden? Ja, dat denk ik wel. Want ik kom uit het katholieke zuiden, daar had je nog meisjes- en jongensscholen. Maar ik las liefst jongensboeken. Dan ging ik naar de jongensschool om boeken te lenen, want ik vond spannende boeken zo leuk. Ja. Het was natuurlijk doodeng. Avonturen ook? Ja, het was ook avontuur. Alleen al, maar ook om naar de jongensschool te gaan was doodeng. Maar dat deed, had ik er voor over, want ik vond het heel belangrijk. Ja. Maar ik denk dat ik dit soort prentenboeken, ja, die waren er toen nog niet. Dat had ik wel leuk gevonden. Je was een dapper en benieuwd visje. Ja, dat denk ik. En kan er nog een vervolg op vrolijk komen? Nou, ik wil zeker met deze techniek en op deze directe manier verder gaan zoeken. Maar wat, ja, dat moet ik nog ontdekken. Dat moet nog verzonnen worden. Het is 1951. De Molukse knilmilitairen zijn op veel plaatsen in Indonesië niet welkom. Ze worden gezien als bondgenoten van Nederland, de vijand van de nationalisten. Als tijdelijke oplossing worden de knilmilitairen en hun gezinnen naar Nederland verscheept. Zo'n 12.500 Molukkers maken de overtocht en worden opgevangen in woonoorden. Daaronder voormalig kamp Westerbork. In Nederland horen de militairen dat ze ontslagen zijn. In theatervoorstelling Merantau, op eigen kracht, vertellen vier generaties over de 60 jaar dat ze nu in Nederland zijn. De eerste voorstelling was in herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ja, Westerbork is niet voor niks de première plek. Hier hebben ze 20 jaar gewoond. Dit is toch een soort thuiskomen ook. Ik ben hier geboren, ik ben in Schattenberg geboren eigenlijk. Dus dat is ook een beetje terug naar de roots. En ik vind het wel indrukwekkend om ook hier te spelen. Toen ik met mijn man en zoon
in Schattenberg aankwam, was het ijskoud. Ik was zwanger. Ik kreeg barak 81, kamer 22, om daarin te wonen. Kijk, en vroeger werd er niet over gesproken. En als ik dit soort beelden nu dan zie, heb ik zoiets van, goh, het is toch eigenlijk best wel heftig. Dat waren eigenlijk allemaal traumatische ervaringen. Maar juist door dit soort beelden te zien, ga ik wel begrijpen van, ah, daarom is mijn vader dus altijd zo streng geweest. Thuis mocht ik niks. Er heerst strenge regels. Als ik aan mijn vader vroeg, mag ik even naar mijn vriend? Keek die mij streng aan, spuugde op de houten vloer. Moest ik terugkomen voordat de spuug opdroogde. Kwam ik te laat? Ja, dan kreeg je een slaag. Ik ben altijd bij 30 mensen thuis geweest. Dus alle generaties geïnterviewd. Vertel maar even jouw verhaal. Hoe zat je erin? Hoe zit je in je verhaal en in het kamp en zo? En deze mensen hebben aan mij hun verhaal verteld en zijn daarna benaderd. Wil je ook dat eigen verhaal spelen? Even heel goed over nadenken natuurlijk. Zo van, goh, wil ik dat wel doen? Wil ik wel meespelen? Maar tegelijkertijd is dat ook... Je laten horen, toch weer het verhaal vertellen van, nou, wie zijn dat dan, Molukkers? Want soms vergeten ze dat. Mijn vader trainde ons. Hij leerde ons vechten. Hij leerde ons vechten dat je bijvoorbeeld je duim zo, als men je vasthield, dat je de duim zo daar naar de achteren kon doen, dan liet men los. Dat vond hij voor ons belangrijk, meiden. Wij zijn kinderen. Wij kunnen alles aan. Ik denk de meeste verhalen, dat zijn gewoon echt waar gebeurde verhalen. En dat maakt het voor mij in de zin eigenlijk ook wel een beetje spannend. Omdat het toch je eigen verhaal is. Spelen en je eigen verhaal spelen. Dat is heel moeilijk. Huilend. Mijn ouders huilen, lieten ze me lopen naar de verhuiswagen. Er is ook wat ruis, want... Dan zeggen we, ja, maar je moet dit doen, want je moet dit voelen. En dan zeggen we van, nee, jij kan dat niet voelen. Wij voelen dat beter, dus wij willen dat zo doen. Ze reageren wel van, het moet wel kloppen. En kloppen in theater is toch wel iets anders dan in werkelijkheid, hoor. Natuurlijk best wat woorden en je bent er niet mee eens met elkaar. Hij zegt, nou, technisch moet je dit doen, maar emotioneel moet je dat doen. En ik ben buitenstaander, dus ik moet ook via hun daarbij komen. En ik heb ze daarin ook nodig. Ik kan niet zeggen, zo zit het. Dus langzamerhand, naarmate je toch verder met elkaar repeteert, dan kom je er wel. En dan is de balans ook wel te vinden. Ik zal Schattenberg nooit, 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 nooit vergeten. En je ziet aan alle kanten, het zijn geen acteurs. Maar ze zijn zo gedwongen om hun verhaal te vertellen, dat blijft gewoon heel erg boeiend. Nou, ik vond het heel geweldig, ook van de eerste generatie, om dat wat te horen. En ook van de vierde generatie, wat je ook zelf meegemaakt hebt. Dat is toch wel heel bijzonder. De voorstelling wordt deze winter nog 9 keer opgevoerd, waarvan 2 keer in herinneringscentrum Kamp Westerbork. Kijk op kampwesterbork.nl voor meer informatie. Wij zijn twee zussen. Ik ben Ali Kalverda. En ik ben Treintje Kalverda. En wij exposeren in de Galerie Huis ter Heide in Drenthe. En hier staan nou mijn beelden van keramiek en brons. Mijn werk hangt hier, schilderijen. Ik denk dat ik als kind kon ik leuk tekenen en ik kon toen paardjes tekenen. En daar kreeg ik altijd heel veel bewondering voor, dus ik tekende dan heel brave paardjes. Thuis tekende ik altijd alles van me af. Ja, en toen dacht ik, van daar moet ik les in hebben, ging ik allemaal cursusjes volgen. Ik ben dan meer van de schilderijen en Ali is meer van het beeld houden. De eerste was wel heel leuk, de eerste was een zwangere engel. Ja, die heb ik later verkocht en later heb ik ook een dochter gekregen en die zei ook van... Ik vind het zo vals dat je die verkocht hebt, want dat was ik. De galerie is door 12 kunstenaars opgericht. En we hebben allemaal verschillende kunst.
Dat maakt ons ook een beetje bijzonder, doordat we allerlei verschillende kunst tonen. En daarnaast, naast onze 12 kunstenaars die ongeveer 100 werken neerzetten, hebben we ook nog gastkunstenaars uitgenodigd. Mooie dingen, fantastische dingen, verwonderlijk. Dus dan denk ik, dat gaat dan allemaal in het hoofd. En ook dingen in de maatschappij trouwens, dat ik, als ik boos word, dan komt er een beeld. Nou, er is nogal wat, zeg. Maar de hypocrisie rond Gaddafi, de Arabische lente, waarom de EU wel ingrijpt en de anderen niet. Het kapitalisme, al die banken, al die grote graaiers. Nou, er gebeurt heel veel in de wereld. Nou, ik vind eigenlijk al het werk van mijn zus, vooral de laatste jaren, heel mooi. En dit paardje vind ik heel bijzonder. Ik vind de kleur heel mooi. Ik vind het heel, ja, het kopje van het paard heel fijn. En dat strakke popje erop. Nou, eigenlijk ben ik een heel erg bewonderaar van mijn zus. Maar dit schilderij, dat valt bij mij heel erg in de smaak. Omdat het een verhaal vertelt. Ja, nee, het is dus een dode meel. En het is de zee. En het is hout wat bij het strand gevonden is. Dus ook hout wat aangespoeld is. En ja, die meel is neergestort. Dus ja, zit iets van Icarus in. En nou ja, het heeft dus ook een beetje met het te vroeg doodgaan te maken. En belangrijk iemand voor mij is, de as is uitgestrooid in de zee. En ja, een dode meel is dan iets wat uit de zee op de dood is. Ja, op die manier ontstaat het soort verhaal, voegt zich bij elkaar. Het zijn echte vleugels. Hoe kom je daaraan? Nou, er liggen zoveel dode beesten langs de weg die dood zijn gereden. En, nou, dan gaan we beelden halen. Treinder man die is tegenwoordig gereid voor me. En dan, ja, dan zoeken we de vleugels. Ja, het is wel een beetje beschermengeltjes. Ja, ik vind dat heel veel mensen een beetje meer bescherming nodig hebben dan dat alles wordt weggehaald. Vooral tegenwoordig in de politiek begint ze weer. De politiek met bezuinigingen op bij de GGZ, bij de sociale werkplaatsen. Al die zwakkeren in de samenleving, hoppakee joh, want die hebben toch geen stem. Daar komt het ook vandaan. We hebben het echt nodig. En leuk hè, twee zussen. Tot eind december te zien in Huis ter Heide. En er gebeurt meer op cultureel gebied. Het projectkoor Amadeus brengt komende zaterdag het romantische oratorium Paulus van Felix Mendelssohn Bartholdy. Samen met dirigent Bert Lammers werkte het koor 6 weken aan het stuk. Het 80 koppen tellende koor brengt het oratorium Paulus in de Pauluskerk in Bijlen en het optreden begint om 8 uur. Onder de titel Opera-aria's van alle tijden houdt de stichting Klassiek Noord-Nederland zondagmiddag een concert in de Margaretakerk in Norg. De stichting heeft het trio Cantorium, bestaande uit klarinet, cello en piano, voor deze middag weten te strikken. Een docente van de muziekschool van de stichting zal de zang voor haar rekening nemen. Het optreden begint om 3 uur. IJskoude plaatjes in het bezoekerscentrum van het Dwingelde Veld. Fotograaf Ronald Jansen legde vorige winter en voorjaar natuurtaferelen vast op de Drentse Hei. Een selectie van de mooiste foto's is vanaf december te zien in het bezoekerscentrum. Meer informatie op natuurmonumenten.nl. Popcore Flash tuigt de kerstboom alvast op. Aanstaande zaterdag geeft het koor een optreden dat geheel in het teken staat van bijzondere kerstnummers. Zo wordt het bekende White Christmas in een nieuwe, vierstemmige uitvoering gebracht en tijdens het nummer Carol of the Drum wordt het koor bijgestaan door een djembe. Het concert vindt plaats in de Nederlands Hervormde Kerk in Ruinewold. LP's, draaitafels en nog meer LP's, dat zijn de hoofdingrediënten van de vinylshow in Rue de la Gare in Emmen. DJ's Bas Louise en Marlo de Kleine zoeken aanstaande zaterdag ter plekke hun muziek uit en draaien verzoeknummers van cafégasten. De vinylshow begint 's avonds om 11 uur.